haalt heel veel dingen inspiratie. Veel uit interieur, omdat het iets langzamer gaat. En heel veel uit materialen. Materialen vragen er bijna om een bepaalde afwerking of om het net even anders te brengen dan dat het is. Mijn ouders gingen vaak naar Antwerpen om daar zo kleding te kopen en al. En daar zag ik zo etalages van Dries van Noten. En Anne Mulmeester begon daar, geloof ik, net de eerste winkel. En ik was echt door gefascineerd. Dat ik, ja, dat is eigenlijk wel zo'n mooie vorm om de esthetiek te verkopen. Of om zo'n identiteit eigenlijk uit te stralen. Dat ik toen de tijd voor mode heb gekozen. Dat wat me de grootste kick geeft, is dat je eigenlijk een soort van kleine community. Of een soort van identiteit ding deelt met klanten. Dat waar ik mee bezig ben of dat waar ik voor sta, dat deelt men door mijn kleding te dragen. En dat vind ik heel tof.